Tesla heeft een zeer succesvol jaar achter de rug. Er zijn 87% meer voertuigen afgeleverd dan het jaar daarvoor. En dit jaar komen er nieuwe modellen, waaronder een vrachtwagen. Elektrificatie van het voertuigenpark gaat dit jaar ook zeker doorzetten. En misschien zijn er nog andere trends. Dat gaan we bespreken met Jos Versteeg, beursanalist van Insinger Gillissen. Jos, 87% meer afgeleverd dan het jaar daarvoor in het coronajaar. Een ontzettende hoeveelheid. Hoe komt dat? Ja, dat is heel bijzonder inderdaad. Want als je kijkt naar de algemene auto-industrie, die heeft een groei gehad van zo'n schat tussen de 0 en de 5%. En als je dan met bijna 90% komt, dan steekt dat enorm af. Nou, dat heeft ermee te maken dat Tesla is een Silicon Valley bedrijf, echt een technologiebedrijf. En die heeft die auto's van begin af aan zo opgezet, hè, elektrische auto's. En die hebben een paar slimme keuzes gemaakt. Zo bijvoorbeeld kunnen zij, als zij een bepaalde chip niet kunnen krijgen, kunnen ze een alternatieve chip gebruiken. En dat kan niet zomaar, dan moet je wat software aanpassen. En dat kan dus bij een Tesla wel. Dan passen ze de software aan en dan bouwen ze een chip in die ze wel kunnen kopen. En normale autofabrikanten kunnen dat meestal niet. Die zitten heel erg vast aan die chips. Maar ook als je kijkt hoe die Tesla is opgezet, bijvoorbeeld het gedeelte waar het geluid uitkomt en wat met je spreekt, en het gedeelte wat werkt op gebaren, nou, alles wat daar met elkaar te maken heeft, zit in binnen één groep semiconductoren. En bij normale automobielfabrikanten zijn dat vaak allemaal verschillende chips. Dus bij Tesla heb je er sowieso vaak minder nodig, minder verschillende, maar is alles geïntegreerd. Tesla heeft ook veel betere toeleverantie. Die hebben directe contacten met die chipbedrijven. Bij de gewone autofabrikanten gaat het allemaal vaak via toeleveranciers. En die toeleveranciers hebben de contacten met de chipfabrikanten. Dus ja, je ziet dat Tesla gewoon veel beter inzicht heeft in zijn supply chain. En flexibeler is, hè, in die toeleveranciersketen. Dus makkelijker kan aanpassen. Nou, je ziet van het resultaat. Het is een enorme groei. Tesla heeft eigenlijk hetzelfde probleem als Apple jarenlang heeft. Hun grootste probleem is het bijhouden van de vraag. Zo goed gaat het daar. Dus ja, een hele knappe prestatie. Ja, alleen Nederland heeft daar niet erg toe bijgedragen. Want 9000 Tesla's in 2020, in 2022 iets van 4000. Dus het is vooral een internationale prestatie geweest. Ja, inderdaad. Ik denk ook dat China behoorlijk heeft bijgedragen. Een heel groot gedeelte van de groei komt ook van de fabriek in Shanghai. En dit jaar zullen we nog weer een verdere groei zien. Misschien wel 1,3 miljoen auto's. En dan draagt de fabriek in Duitsland bij. En in Texas hebben ze een nieuwe fabriek neergezet. Dus ja, ze blijven investeren. En hun grootste probleem is, hoe bouwen wij zo snel mogelijk capaciteit om al die auto's waar vraag naar is ook werkelijk af te kunnen leveren? Ja, je hoort altijd criticus zeggen, mensen die de automotive-industrie goed kennen. Tesla, ja, dat is een trend, dat is straks voorbij. Want die Europese autofabrikanten en die Japanse kwaliteitsfabrikanten, die gaan straks, zijn ook helemaal elektrisch en dan komt er forse concurrentie aan. Alleen dat blijven we jaar op jaar maar tegen elkaar zeggen. Ja, inderdaad. En ik denk dat het niet zo makkelijk is, hoor, voor die traditionele autobedrijven. Want ze moeten eigenlijk zichzelf helemaal opnieuw uitvinden. Die hele productieketen, ik legde het net al een beetje uit, hoe verschillend Tesla is opgebouwd, moet veranderen. En dat betekent dat je ook veel minder mensen nodig hebt. Een elektrische auto heeft volgens mij een kwart van het aantal onderdelen wat een fossiele brandstofauto heeft. Dus dat betekent ook dat je hele productieproces verkleind moet worden. Er moeten veel ontslagen zullen er vallen. Ze moeten heel stevig snijden in hun eigen vlees. En ja, je ziet dat dat nooit zo makkelijk is. Dus ik vraag me af of zij echt zich helemaal snel kunnen aanpassen. Je ziet gewoon dat Tesla, ja, keihard marktaandeel wint. Dus ja, ik denk dat het wel moeilijker wordt, hè, als die traditionele automobielfabrikanten wat meer die elektrische voertuigen op peil hebben. Maar ja, Tesla heeft zo'n enorme voorsprong. Ik zou er niet op gokken dat zij uiteindelijk gaan verliezen van de traditionele bedrijven. En er komt een SUV aan, die er heel spectaculair uitzag toen hij die presentatie. En ook een vrachtwagen, dat is ook weer ander terrein. Denk je dat ze daar goed hebben nagedacht, hoe ze dat allemaal in de markt gaan zeggen? Vooral vrachtwagen zal een behoorlijke uitdaging worden. Ja, inderdaad. Daar zitten ook natuurlijk enorme groeikansen in. Je ziet dat bijna alle bedrijven echt ermee bezig zijn om over te stappen op meer duurzame productie. Daar horen natuurlijk ook elektrische auto's bij. Het wordt sterk gestimuleerd, denk ik. En
Ja, ze hebben natuurlijk daar wel voor gekozen om de voorrang te geven aan de personenauto's. Want die pick-up truck, ja, die komt dit jaar wel, maar die vrachtwagen die komt meen ik pas in 2023. Dus wat dat betreft kiezen ze ervoor om toch eerst die consumentenwagens vooral op te voeren. Ja, Jos, nog even over de beurs aan zich 2022. We hebben Omicron, waarvan we nou nog steeds niet precies weten hoe ernstig het nou gaat zijn. De komende weken, maanden moet dat duidelijker worden. Denk jij dat 2022, ook al ben je geen viroloog, de beurs een beetje in de ban blijft van het virus? Ja, dat denk ik wel. Dat zal wel voorlopig nog wel even blijven. Hè? Aan de andere kant las ik vanochtend in de Wall Street Journal een positief verhaal dat de economen verwachten dat de banengroei in december stevig is doorgezet. Aanstaande vrijdag krijgen we daar een cijfer van. Dat zullen zo'n 400.000 nieuwe banen zijn. En dat is het dubbele van november, toen het erg af leek te zwakken, toen er maar 200.000 banen bij kwamen. Ja, dat cijfer fluctueert enorm. Maar het betekent wel dat men verwacht dat dat Omicron niet zo'n grote invloed heeft meer. Dus men blijft gewoon mensen aannemen. En ja, wat je zo'n beetje ook om je heen ziet, is toch ja, het aantal ziekenhuispatiënten ja, groeit niet echt heel erg hard. Dus wat we er nu heel voorzichtig van zien, op korte termijn zal het denk ik nog meevallen. Als je verder kijkt naar hoe we over de beurs denken, dan denk ik dat we nu, ja, je zou kunnen zeggen, in de tweede helft van het herstel zitten. De eerste helft wordt vaak gekenmerkt door hele sterke koersstijgingen. In de tweede helft is dat vaak wat minder, maar dan zien we toch die winsten blijven herstellen. En omdat die winsten zo stevig groeien, kunnen die koers-winstverhoudingen dan iets naar beneden. En als je verder kijkt naar de rente, ja, de Fed heeft zelf al gezegd dat er 3 stappen komen, zit je op 0,75%. En nou, de lange rente zit op 1,5% of zo. Dus je zit nog diep in de reële rente, in een negatieve reële rente. Dus ja, ik denk dat men wel ziet dat aandelen wat dat betreft nog wel ja, aantrekkelijk blijven. Dus wij blijven positief over aandelen. Ja, een paar andere dingen, Jos. We hebben natuurlijk inflatie gehad, alhoewel we nu beginnen we natuurlijk weer op nul. Er wordt een nieuwe benchmark dit jaar. Veel supply chain problemen natuurlijk. Gaan die een beetje opgelost worden komend jaar? Ja, daar lijkt het wel op. Als je bijvoorbeeld naar de transportkosten kijkt, die beginnen al te dalen. Daar zien we wel wat verlichting. We hebben in meerdere onderdelen enigszins verbetering gezien al. Ja, Omicron kan daarbij toch flink roet in het eten gooien. Als je kijkt hoe intolerant China is tegen oprispingen van de pandemie. Zien we bijvoorbeeld dat heel Xi'an gesloten is en in een lockdown zit. Dat kan nog wel tijdelijk wat problemen opleveren. Ik verwacht eigenlijk wel weer dat het zo tegen de zomer, in het voorjaar, hebben we die grote ellende met de pandemie in de winter achter de rug. En dan zul je zien dat er toch wat verder herstel komt. De bedrijven, bijvoorbeeld in de semiconductoren, zijn flink aan het investeren. Dan komt er ook wat meer productiecapaciteit. Dus ik denk dat er volgend jaar dat we dan wel de tekenen zien van dat die inflatie begint af te nemen. We zullen nog niet gelijk onder de 2% zitten, denk ik. Maar ja, we zullen in ieder geval zien dat die inflatie tijdelijk is. Ook al duurt het wat minder tijdelijk dan we aanvankelijk dachten. Hey Jos, de arbeidsmarkt tot slot wordt krapper, krapper, krapper en nog eens krapper. Dat zien we in Nederland allemaal. We zien overal briefjes hangen. Ook dat kan uiteindelijk weer, de looneisen kunnen omhoog gaan in 2022. Ja. Dat is ook een beetje de verwachting. Ja, dat is goed hè, voor de mensen om wat meer te verdienen. En dan kunnen ze ook wel weer wat meer uitgeven. Dus ik zie daar niet zo erg het probleem in dat je echt zo'n spiraal krijgt van hogere lonen, hogere inflatie. Wat dat betreft is de situatie totaal anders dan in de jaren 70, toen we dat wel zagen. De vakbonden hebben beduidend minder macht. En ja, uiteindelijk zal toch ook het percentage mensen dat wil gaan werken, kan ook nog wel wat hoger worden. Als je kijkt naar de participatiegraad in Nederland, maar zeker ook in Amerika, dan kan die participatiegraad nog wel wat toenemen. En ja, die loondruk die we nu al zien, die zit toch in heel specifieke beroepen. Ik heb niet het idee dat bij de gemiddelde kantoorbaan het geval is. Dus ja, ik denk dat allemaal nog wel meevalt. We moeten daarmee oppassen. Maar ik denk uiteindelijk dat die inflatie niet zo duurzaam is als we in de jaren 60, jaren 70 hebben gezien. Jos Versteeg van Insinger Gillissen, dankjewel.